Ja, men zweept zichzelf naar betere resultaten. We naderen zowat het einde van deze meeting. En ja, we hebben niet meer veel kansen voor een Belgisch record. En dat is zeer uitzonderlijk, want normaal laten we toch altijd wel eens een Belgisch record noteren op deze Flanders Speedo of Swimming Cup. En we krijgen nog twee Belgen nu. Niet dat we meteen verwachten dat zij het Belgisch record kunnen aanvallen. Toch zeker niet van deze Niels van Oudekerke. Hij gaat wel als snelste in deze finale. Lander Hendricks is de tweede Belg die het zo goed gedaan heeft op de 400 meter. Dit is de beste rugslagzwemmer in België. Emmanuel van Luggenen. Hij is de Belgische recordhouder op de 100 meter. Niet op de 200 meter. Dat is nog altijd voor Stefan Manen. 1.59.64. 1992 Olympische Spelen Barcelona. Toen werd hij achtste. En toen hadden we ook iemand die negende was. Yasuhiro van der Wallen. Als men dat toch kan herinneren. Die toen voor het Kortrijk kwam. Sprak geen woord Nederlands. Ik weet nog dat we samen op stage waren. 91 WK Perth. En ja, je kon eigenlijk niet communiceren met Yasuhiro. Een heel aangename kerel. Maar we hadden geen idee wat hem te zeggen had. Dus dan waren we achtste en negende op die 200 meter rugslag op de Olympische Spelen in Barcelona. Maar kan Emmanuel van Luggenen misschien toch nog voor een mooie prestatie zorgen? 1.59.64, Stefan Manen. Het kan zitten, want hij heeft het Belgische record in kleinbad nog niet zo lang geleden van Manen afgepakt. Dat stond ook al 19 jaar. Hij heeft alle records in het kleinbad op de rugslag, Emmanuel van Luggenen. En in het grootbad moet hij dat nog veroveren op de 50 meter. Dat is van Bruno Kleijs. En dus, zoals we zeiden, op deze afstand de 200 meter. Hoe liggen ze in het bad op dit ogenblik, onze Belgen, in de banen 4, 5 en 6? Niet super. Vooral van Luggen zou toch, ja, baan 6, dus van 4. Zou je toch iets sneller moeten zwemmen? 58,99 als tussentijd voor Luke Greenback. Maar baan 4, Niels van Oudekerke, nog 17 jaar, moet nog 18 jaar worden. Ook moeilijk om deze tegenstand bij te houden. Want het is 3 en 5. En vooral Lander Hendricks heel sterk bezig. Gaan we toch zijn tussentijd in de gaten houden op de 150 meter. Lander gisteren op de 400 meter vrije slag heel sterk. Gaan we even naar die tussentijd kijken. 1.29.92. Ja, dat is toch wel... moet duiden op een tijd van onder de 2 minuten en 1 seconde. Kijk hoeveel hij nog in de tank heeft in de laatste 35 meter. De Brit nog altijd aan de leiding. Luke Greenbank. Een 17-jarige Engelsman. Nou, Hendricks blijft in de buurt. Van Luggenen komt er... belangen na niet aan. De zegen is voor de Brits. In 2-0-0-06 en 2-0-0-86 voor Lander Hendricks. U hoorde het geroep in de zaal. Dus bijzondere tevredenheid bij deze man. Ja, 2-0-0-86, zoals Rick Valken daarvoor al zei. Heel grote vooruitgang en ook voor hem een EK-limiet hiermee. Gisteren puiken 400 meter vrij, maar dit is toch 2.086. Natuurlijk zijn we dan ver verwijderd van de 1.54, 1.55... die je nodig moet hebben om echt op de grote toernooien finales te halen. Maar hij heeft nog tijd. Pas van coach veranderd, zoals we juist al hebben gehoord. Een man toch om in de gaten te houden. Niels van Oudekerke had vanmorgen de snelste tijd. Kwam. Kon toch niet zijn zenuw onder bedwang houden. Want hij wordt hier 4-2-0-2-52. Van Luggenen vijfde, 2-0-5. En Inge van Meesel heeft de man die naar het EK mag ook op deze afstand bij zich. Lander Hendricks, had jij zo'n tijd verwacht? Heel snel, hè? Ik had erop gehoopt. Ik heb een heel goede voorbereiding gehad. Maar ik had wel onder mijn best tijd verwacht.
En het is leuk als het dan uitkomt. Ik voelde mij vanmorgen echt moe van gisteren. 2 keer 400 door te zwemmen. Maar het is allemaal heel goed uitgedraaid uiteindelijk. Ik ben heel tevreden. En nog eens een EK-limiet? Ja, dat is leuk meegenomen. Dus de limieten zijn iets minder scherp omdat het Europees is dan Olympisch of wereldkampioenschappen. Maar ja, het is natuurlijk de eerste stap en volgend jaar dan de volgende stap. Het is allemaal heel leuk om zo mee te maken. Vroeger kijk ik op naar mensen die die limieten zwommen en nu ben ik zelf zo iemand geworden. Wat is er nu voor jou veranderd? Sinds september zwem je bij Rick Valken? Ik train onder Rick Valken en Wouter de Rijken. We zijn een hele leuke groep. Ik ben ook van trainingslocatie veranderd. We trainen nu in Zwembad van Wachtenbeke. Daarvoor studeerde ik in Antwerpen aan de UA, nu aan de UG Gent. En ja, ik amuseer mij. Het is een leuke trainingsgroep. En de trainingen zijn een beetje meer voor senioren dan voor junioren nu. Dat is heel fijn. Maar dat lijkt dus heel goed te werken. Heel veel succes en dankjewel. Ja, dankjewel. Lander Hendricks, een student en een zwemmer. Ja, je moet het toch maar combineren.